10 jaar geleden was informatiebeveiliging nauwelijks onderwerp van gesprek. De computers waarmee werd gewerkt moesten het gewoon doen en dat was dan ook het doel van IT-security, voorkomen van downtime. Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen het verstoren van vitale bedrijfsprocessen nog steeds als het grootste risico zien van cybercrime. Een minder grote dreiging, volgens ondernemingen, is die waarbij bescherming van persoonsgegevens, toegang tot intellectueel eigendom en andere data voorop staat. Het is de vraag of dit terecht is. Door een toenemend aantal incidenten blijkt dat het beveiligen van vertrouwelijke en waardevolle data voor organisaties tegenwoordig van groot belang is. Het aantal SQL injection aanvallen, verantwoordelijk voor 97% van alle datalekken, is vorig jaar verdubbeld. Weerbaarheid helpt organisaties de baas te zijn over de beveiliging van IT-systemen en gevoelige informatie. Met de grote hoeveelheid malware en de complexiteit daarvan is dat de laatste jaren een heuse uitdaging geworden. Daarnaast is ook de complexiteit van bedrijfsnetwerken ontzettend toegenomen. Door de ontwikkeling van tablets, smartphones en concepten zoals Bring Your Own Device en het nieuwe werken, die leiden er eigenlijk toe dat medewerkers overal en op elk moment bij bedrijfsdata willen komen. Dat maakt gevoelige informatie kwetsbaar en we zien dat organisaties zoekende zijn om daar de controle over te krijgen. We zien in de media zo ontzettend veel incidenten verschijnen, dat we ook tegelijkertijd het vertrouwen van de samenleving in diensten zoals internetbankieren achteruit zien hollen. En dat willen wij veranderen. Om onder andere de privacy van individuen beter te beschermen, heeft de Europese Commissie een vergaande aanpassing aangekondigd van de Data Protection Wetgeving. De nu geldende richtlijn moet een verordening worden en is daarmee rechtstreeks van toepassing op alle lidstaten. Vooruitlopend op dit EU-voorstel is er een wetsvoorstel in de maak om de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens aan te passen. De drie belangrijkste kernpunten binnen de voorgestelde verordening voor dataprotectie binnen de EU zijn onder meer versterking van de rechten van burgers en consumenten. Een tweede is verlaging van de administratieve lasten voor bedrijven. En een laatste kun je vinden in vergroten van de handhavingsmogelijkheden. De Nederlandse overheid heeft al een wetsvoorstel klaar liggen die dit jaar waarschijnlijk in werking zal gaan treden. Waarbij als een bedrijf een datalek heeft, dat ze dat onmiddellijk bij het College Bescherming Persoonsgegevens moeten melden. Als je niet voldoet aan je meldplicht, dan loop je het risico als bedrijf dat je een 2 ton boete moet betalen aan het CBP. Kan zelfs oplopen tot 1 miljoen of 2% van de wereldwijde jaaromzet van bedrijven. Hoe weet ik of er een lek is geweest? Ben ik bij een lek verantwoordelijk of mijn service provider? Het is zaak om heel goed contractueel de risico's af te dichten en de verantwoordelijkheden tussen partijen duidelijk te maken. De eerste vraag die u zich zou moeten stellen als organisatie is welke informatie zo dierbaar is dat u het hoe dan ook wilt beschermen. Dat is het vertrekpunt wat u nodig heeft om de informatiebeveiliging ook echt onder controle te krijgen. Want de informatiebeveiliging is niet alleen een technisch iets. Het is heel belangrijk dat uw medewerkers weten wat u van hen verwacht, zodat de controle over die informatiebeveiliging verwezenlijkt wordt. Samen met u brengen wij in kaart waar de dierbare informatie zich bevindt en hoe die wordt gebruikt. En ook vervolgens welke risico's daaraan kleven. Wat dierbaarheid echt uniek maakt is dat wij een enorme ervaring hebben om praktische en werkbare oplossingen te leveren die informatiebeveiliging ook echt onder controle brengen. Bovendien kunnen we u aantonen dat de informatie niet in verkeerde handen terechtkomt, maar binnen huis blijft.